voor boodschap hebben jullie, jongens? Kankerponie! Op kankerponie! Nieuws. Ja, mevrouw, een knuffelsessie omdat jullie favoriete partij niet wint. Zijn jullie geen slechte verliezers? Ik vind mezelf helemaal geen verliezer. Nee, niet! Nooit meer fascisme! Doe niet! Nu niet! Nooit meer fascisme! Moet wij nou zorgen gaan maken volgens jullie? Moet ik nou het land uit straks? Ja, ik ben er wel bang voor. Ja? Ja. Wat zou er met mij kunnen gebeuren? Ja, ik weet het niet, maar ik denk dat jij dat beter weet dan ik, dus ik ga dat denken. Ja, jij zei van dat ik wat te vrezen heb eventueel. Ja, ik verwacht wel dat er nog meer discriminatie komt en dat de overheid daar minder tegen op gaat trainen. Ook als je op de PVV hebt gestemd, whatever, het gaat echt om dat iedereen erbij hoort, iedereen mag hier zijn en we staan hier samen als één. Kijk, dat wil ik horen, dus kom even lekker knuffelen. Nou, ik heb nog niemand geknuffeld, maar... Het is een knuffelparty, toch? Ja. Oh, graag. Als ik jou zo bekijk, dan denk ik, wil ik wel graag een knuffel. Ja? Oh, waarom als je me zo bekijkt? Omdat ik er liefhebbend uitzie of zo. Kom maar even knuffelen dan, kom maar. Ja, ik kan niet even uitleggen waarom de fuck de PVV staat. Ik ben niet voor de PVV. Het is toch juist een groot feest, want eindelijk gaat er verandering komen in Nederland. Niet de verandering die ik wil. Wat voor verandering wil jij dan? Ik ga niet verder hierover in gesprek. Het is juist goed om dat even kenbaar te maken, toch? Niet met de camera erbij en niet met wat ik weet wat jij van mij wil. PVV, weg ermee! Waarom moet de PVV weg? Weg ermee! PVV, weg ermee! Sorry? Waarom moet de PVV weg? PVV, weg ermee! Oh, nu kun je opeens niks horen. PVV, weg ermee! Sorry, I don't speak Dutch. Oh. Weg ermee! Net kon je PVV weg ermee roepen. PVV, weg ermee! Die ooit een keer in de klas uit school is, aangeraakt zonder zijn eigen tegenwegen wil. Schreeuw het uit! Zeg vrijheid, zeg gelijkheid. Prins! Omdat jij vroeger gepest bent, ben je nu zo boos? Zeker weten. Ja? Ik doe dit voor alle mensen die in mijn situatie gestaan hebben. Ja. Voor iedereen die ooit een keer aangeraakt zonder zijn wil. Of iedereen die niet zichzelf kon zijn. Doe ik dit. Maar is het dan niet goed om juist met z'n allen bijeen te komen, de samenwerking op te zoeken in plaats van de PVV weg ermee? PVV. Dat is juist plagen eigenlijk. Meneer, PVV wil mensen van andere kleuren weg. Hij wil mensen weg die anders zijn dan dat hij is. Ik vind dat als je meedoet, wilt besturen, dat je dan eerst de anderen moet accepteren. Want als je niet aan de eerste artikel van de fucking grondwet houdt... Maar je bent een Nederlander en hij staat voor alle Nederlanders, heeft hij aangegeven. Marokkaanse mensen zijn toch ook Nederlanders? Ja, precies. Waarom schaft die er toch ook bij? Dus waarom is het daar dan zo hard op? Precies. Maar die mogen ook blijven. Hij wil juist nu... Wel, als de Koran weggaat, als de islam weggaat, als dat allemaal... Hij heeft nu aangegeven dat hij daar allemaal afstand van neemt, dat hij de samenwerking wil gaan. Eerst ook sorry zeggen. Hoe weet jij dat? Nou, ik neem het aan. Ik heb niet het idee dat hij goede smaak en parfum zou hebben. Weer een aanname. Ja, dat is een aanname, maar het gaat om het gevoel. Waarom sta je hier vandaag? Omdat ik het diep deprimerend vind. Dat die... Ja, je hebt verloren. Ja, ik heb verloren, maar like, als een trans persoon. Ik voel me aangevallen. Ik heb heel veel moslimvrienden op de middelbare school. Ja. Die voelen zich aangevallen. Ik maak me zorgen om hun. En ik weet niet of je ooit iets bereikt krijgt, maar het feit dat zoveel mensen deze mening hebben. Het staat nog steeds in zijn programma dat hij tegen gendermaatregelen is en tegen diversiteit. En dat hij dat allemaal niet wil. Hij heeft het diversiteitsgeneuzel genoemd daar. Dus moet ik me ook zorgen gaan maken? Moet ik ook het land uit straks? Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat het systeem wat wij hebben nog stand houdt. En dat hij dat niet over kan nemen en dingen zoals de grondwet kan wijzigen. Hij heeft aangegeven dat hij voor elke Nederlander staat, dus ook voor jou. Daar geloof ik niet zoveel van. Deze meneer die stemt op de PVV, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat vind ik, ik word er een beetje, dat klinkt heel gek, want ik vind u er niet gek uit, eng uitzien, maar ik word er persoonlijk bang van. Mevrouw, we zullen aan dezelfde kant moeten staan, 100 jaar geleden. Ik ben transgender, ik ben geen mevrouw, noem me alsjeblieft niet zo. Vrouwtje. Oké, vrouwtje, dan noem ik u persoon, ook goed. Alleen, er is nu een verkiezingsuitslag, ja, en die wordt niet geaccepteerd. En daar heb ik grote problemen mee. Is het mogelijk dat jullie stemmen allebei op een andere partij, dat jullie even een knuffel geven, dat jullie even tot elkaar komen? Nee, ik voel me daar niet comfortabel mee. Sorry. Dat zou wel... Hier komt wel een knuffel. Ik voel me er niet comfortabel mee. Samen voor creatief resistie! Voor
boodschap hebben jullie, jongens? Kankerboom nu. Blijf staan! Sinterklaas, natuurlijk Zwarte Piet, Sinterklaas! Je kanker moet er kanker hoor! Idee wie dat nou net waren? Het waren witte mannen in zwarte hoodies. PVV-aanhangers of voetbalsupporters? Kan beide zijn, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat de politie er ineens wel was. Maar mensen lijken wel opgepakt te zijn. Dus ik denk dat er wel sprake is van geweld hier. Geen idee wie dat nou net waren? Wat doe jij nou weer? En leuk dat ze het vinden die Plopka proberen te pakken, lachen. Willen jullie op dit kanaal meer of minder video's? Meer natuurlijk, abonneer daar hieronder en dan krijg jij meer video's.